In deze video ga ik kapsel maken, ofwel biscuit. Kapsel is het begin van iedere taart. Ik ga een kapsel maken van warm beslag. We beginnen met het beboteren van de taartvorm. Ik doe dit met roomboter. Ik heb hier een gesiliconeerde vorm, dus smeer ik hem in met roomboter. We doen daar een klein beetje bloem op. En we verdelen dit over de pan. We draaien de pan om. Vervolgens gaan we de bekken of de beslagkom gaan we ontvetten. Dit doen we omdat we de eieren die willen we luchtig kloppen. En als we hem niet ontvetten, dan kunnen we geen lucht in de eieren kloppen. Dit doen we ook met een gatje. Ik ga hem in de machine kloppen. We maken het droog met een doek. Zo. We doen de hele eieren in de beslagkom. We voegen hier de suiker, het zout en de citroenrasp aan toe. We plaatsen hem in een bad van Aubain-Marie. Dit is een bak met water, met warm water van 35 tot 37 graden. En we gaan daar rustig de eieren en de suiker mengen. Waarom doen we dat in warm water? Dit doen we in warm water, zodat de suiker kan oplossen. Als de suiker is opgelost, dan halen we hem uit de Aubain-Marie. En gaan we verder kloppen in de machine. Als het beslag wit is en een beetje traag loopt, of als het traag gaat lopen, kijk, zijn het dit, dan is je oké. Klop vooral niet te lang door en klop ook niet te hard. Dus nooit te kloppen in de hoogste stand, want dan slaag je alle lucht eruit. Als laatste gaan we de bloem eronder door mengen. De zevende bloem. En we spatelen het voorzichtig de bloem onder het beslag. Dus we gaan niet roeren, maar we spatelen onder het beslag. Elke keer een klein beetje. Totdat de bloem geheel is opgenomen in het beslag. We vullen de taartvorm tot 2/3. We draaien hem rond, zodat het beslag geleidelijk over de taartbodem wordt verdeeld. En voilà, we kunnen hem af gaan bakken. We gaan hem afbakken in een oven van 180 graden in circa 25 minuten. Ik heb hier vetvrij papier, daar doe ik een klein beetje kristalsuiker op. En als dadelijk het kapsel uit de oven komt, dan laten we hem hier op afkoelen. En waarom doen we er suiker op? Dan kleeft hij niet aan het papier vast. Kijk, als je de kapsel gaat indrukken en hij komt terug, dan is het kapsel raar. En nu storten we hem uit. Voilà. En de kapsel. En om nu te zorgen dat het goed van boven en van onder kan uitwasemen, plaats ik hem op een rooster. En we laten hem daarop laten we hem helemaal afkoelen.
Dat was het weer voor vandaag. Heb je naar aanleiding van deze video vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het me weten door een berichtje in de comments te plaatsen onder deze video. Wil je meer van dit soort video's? Abonneer je dan op Adklaar Kookstudio en geef het een like en deel het met je vrienden. Bedankt voor je aandacht en graag tot de volgende video. Bye bye!